Vandaag spelen we Minecraft, alleen staat de hele Minecraft-wereld op zijn kop. En dit wordt een chaos samen met Lotte, want we kunnen dus continu van de map afvallen. En er is maar één manier om de wereld weer normaal te krijgen en dat is op het duimpje omhoog te drukken op deze video. Wanneer ik het zeg. In 3, 2, 1... Go! Dankjewel! Nu is de wereld weer normaal. En straks moeten wij ook iets gaan vinden waardoor de Minecraft-wereld weer normaal wordt. Maar daar moet je de video helemaal voor kijken. Lotte? Ja? Ik had vannacht een hele rare droom. Wil je het weten? Ja, ja. Nou, het ging echt over dat de hele Minecraft-wereld op de kop zou staan. En ik vond het best wel geniaal eigenlijk, dus ik heb besloten om het vandaag te gaan doen. Oh. Vraag je niet af hoe dat überhaupt mogelijk is, dat je de hele Minecraft-wereld op de kop kan krijgen? Ja, dat zou wel heel gek zijn. Nou, ik heb een speciaal kistje hier neergezet en ik heb een kijker iets laten maken voor mij. Ik zou zeggen, laten we meteen beginnen en kijk nog maar even hoe de wereld er nu uitziet. Want dit is normaal en straks is het echt pure chaos, Lotte. Want dan staat de hele Minecraft-wereld op de kop en ook wij. Oh nee. Oké, als eerste, dit heb je nodig om te overleven. Hij heeft mij verteld, als ik dit kistje open, dan gaat het beginnen. Dan gaat de wereld binnen een paar seconden op zijn kop staan. Dus daar wachten we nog even mee, want er staan nog twee signs naast. Namelijk staat er, volg deze steen om het device te vinden. En hij heeft mij uitgelegd dat het device betekent dat het een soort van apparaat is die we moeten vinden, zodat de wereld straks weer normaal wordt. Dus zoals die nu is. Maar zometeen staat hij dus op de kop, dus dan moeten we hem ook weer normaal zien te krijgen. En als we dus deze soort stenen volgen, laat me even de sign weghalen. Dit soort steen, wat ik totaal niet ken en nog nooit eerder heb gezien. Het lijkt een beetje op paars emerald. Maar als we dit volgen, kunnen we dus de wereld weer normaal krijgen. Dus we moeten hier bijvoorbeeld, ik zie hier een blokje. Dit pad moeten we gaan volgen om uiteindelijk dus het apparaat te vinden waardoor we de wereld normaal krijgen. Ben je klaar voor de kist? Jazeker. Oké, laat hem openen in 3, 2, 1. Oh my god, een strong gravity controller. Oké, als je die in je inventory doet, zoals nu, kan die er niet meer uit. We hebben een geel bedje. En we hebben steak om wat te eten natuurlijk, want dat hebben we nodig. Oké, laten we het bedje hier neerzetten. Dan lijkt het er misschien een strak plan om sowieso... Of weet je wat, ik haal hem hier weg. Ik zet hem onder de boom, want dadelijk gaat dus alles draaien. Dus ik zet hem hier neer. En als jij hem hier neer. Jij kan hem hiernaast neerzetten als je wilt. Of aan die kant is ook goed. Maar laten we even wachten totdat het weer nacht is. Zodat we in ieder geval even kunnen slapen in ons bedje. Zodat we daar een respawn point op hebben. Want we mogen dus straks niet van de boom af. Nou ja, dat mag wel, maar we moeten een heel pad maken. Want anders vallen we letterlijk de lucht in. En ja, dat klinkt heel raar, maar dat is straks allemaal logisch. Dus laten we even wachten. Oké, Lotte, het is officieel nacht. Laten we lekker even gaan slapen. En dan de volgende dag gaat het echt beginnen. Dan staat de hele wereld op zijn kop. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, slaap lekker en tot morgen. Slaap lekker. Oké, Lotte. Ja? Het is zover. Oh, nee. Lotte, je ziet het device in je inventory, toch? Ja. Oké, hou hem vast en tel maar tot 5. 1, 2, 3, 4... Oh! Oké, we staan nu letterlijk op de kop en we kunnen het niet meer terug veranderen totdat we dus het device vinden. En alles staat op de kop, zelfs onze bedden, Lotte. En de hele wereld, alle bloemetjes staan op de kop. Oh nee, dit wordt echt chaos. Oké, laten we als eerste maar een boompje gaan hakken. Dat lijkt me wel slim, ja. Want het hout kunnen we goed gebruiken en oh my god, alles gaat gewoon naar de bovenkant. Of nou ja, in dit geval de onderkant. Dit ziet er zo raar uit. Oké, ik maak als eerste een... Wow, Lotte, ga eens in je inventory. Nee. Dan sta je ook letterlijk op de kop. Oké, ik maak wel als eerst een crafting table. Want we moeten dus even wat tools verzamelen. Zodat we makkelijker een pad kunnen volgen. En waar zagen we ook alweer dat steentje? Oh ja, hier. Oh, ik zie daar dan nog één bij de boom. Zie je dat? Ja, inderdaad. Oké, dus dan moeten we, Lotte, naar de overkant zien te komen. Oké, ik plaats hier bij de bedden de crafting table. Als jij daar dan even het hout in doet. Oh, je geeft het hout aan mij. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Dan kom ik erbij. Ja, ik kom erbij. Dan doe ik het hout. Zelfs de crafting table staat op de kop, hè? Zie je dat? Ja, ik zag het. Dat ziet echt hilarisch uit. Oké, ik maak hier planks van. Dan maak ik hier even 4 sticks van. En dan maak ik sowieso alvast allebei een pickaxe voor jou en voor mij. Lotte, Lotte, Lotte! Ja? Pas op, want als je dat laatste blokje hakt, gaat de boom weg. En dan vallen we letterlijk in de lucht. Oké, daar moet je. En wil je meemaken hoe dat gaat, Lotte? Stop alles maar in de kist. Oh, nee. Oké, loop er nu eens vanaf. Want dat ziet waarschijnlijk heel raar. Doei, Lotte! Yes, ik ga er vanaf!
Weet je hoe raar dit eruit ziet? Dat je gewoon de lucht in gaat. Oké, maakt niet uit. Je spant gelukkig weer hier bij het bedje. Oké, Lotte, je bent er weer. Ik hoor je hier hakken. Waar ben je? Lotte? Lotte? Ja? Waar ben je? Oh, hier. Oké, ik heb hier de tools voor je. We hebben hier al ons lesje van geleerd. Niet meer zomaar de aflopen. Want je ziet dat het gaat gewoon mis als je dat doet. Oké, laat dit blokje hier maar zitten. We hebben meer tools nodig. Of nou ja, tools niet echt. Meer blokjes, Lotte. Ja. Dus we kunnen gewoon de vloer hakken. Of nou ja, hier is ook nog een boom. Weet je, we noemen het niet meer vloer, maar gewoon het plafond, zeg maar. Want dit is letterlijk het dak. Ja. Dit is letterlijk het dak. Als jij wat blokjes verzamelt, dan bouw ik alvast die kant op. Welke kant is het? Oh, het was daar. Oké. Dan ga ik langzaam die kant op bouwen. Even kijken zo. Oh, dit is zo spannend, Hoezo? Dennis. Hoezo? Dat ik er niet vanaf val, bedoel je? Ja, dat ik... Lotte? Ja? Ik heb misschien een briljant idee. Oh, vertel. Of nou ja, ik weet niet of het heel briljant is. Maar... Er ligt daar vlees. Vlees? Houd je vlees bij. En je spullen liggen hier. Echt? Huh, en zelfs je device ligt daar. Maar heb je die in je inventory? Ja, toch? Ja, die heb ik. Oké, dus je verliest hem als je doodgaat, maar je krijgt hem automatisch weer opnieuw. Lotte, ik heb een... Maar Lotte? Ja? Misschien kunnen we wel gewoon gaan zwemmen naar de overkant. Zal ik het gaan proberen? Ik stop wel gewoon alles in de kist. En dan ga ik het proberen. Zeker? Ja, nee, niet helemaal. Maar daarom stop ik alles in de kist voor de zekerheid. Oh. Want voor de rest kan ik toch niks verliezen. Oké, wacht, ik heb wel een paar blokjes nodig. Anders kom ik niet hoog genoeg, denk ik. Ik vind het wel heel spannend. Oké, ik plaats er hier nog één. En dan hier. Ja, dan. Oh, ik draai wel een beetje. Oké, mijn vlees pakken. Ja, ja, ik pak je vlees, Oh, waar is het blokje, Oh, ik heb wel van die... Oh, ik moet wel ademen daar. Ik heb 32 steek. Oké, hier heb je het vlees. Dat blijft nog een beetje raar. Zal ik naar de overkant gaan zwemmen? Lukt dat, denk je? Ga je dat redden met de bomen? Ik ga... Oh, nee! Oh, Dennis! Oh, nee. Ja, ik was even vergeten dat ik wel moet blijven zwemmen. Want anders val ik letterlijk naar beneden. Oké. Oh, dit is echt heel stom. Lotte, ik ben er weer. Welkom terug, Dennis. Ik doe dat niet nog een keer. Ik ga wel gewoon... Wacht, ik heb nog een idee. Ik weet ook niet waarom ik opeens al die ideeën heb. Maar misschien kunnen we gewoon een bootje gebruiken. Dat kunnen we nog proberen. Ik bedoel... Als zwemmen niet veilig gaat. Uit een bootje val je niet zo snel. Ondanks dat je wel op de kop bent. Maar dan hebben we wel wat hout nodig. Oh, jij hebt letterlijk hout in de kist gedaan. Kijk, alsof je maar gewoon... Alsof je al mijn idee aan het raden was. Oké, nou dan kan ik daar alvast een bootje van gaan maken. Dan doe ik even zo. Ja? Maar dit keer moet je wel mee. Dat is wel gezellig. Oké, dat doe ik wel. Okay. Ja, ik ook. Ik doe ook alles in de kist. Zo. Oké, dan gaan we weer naar die brug. Ik weet zo niet of dit gaat werken, Lotte. Ik ben er bang voor. Zo. Dit ziet er zo... Dit ziet er toch raar uit. Dit is echt zo... Echt een trip helemaal. Dit is ook weer een idee voor mij en voor jou. Wie gaat er nou in een bootje op de kop? Ik bedoel, kijk het bootje daar alleen op. Wie doet dat nou? Nou ja... Oké, sorry. Ik wou je even plagen. Oké, Lotte, daar gaan we. Ik ga wel misschien als eerst, oké? Lotte, dit gaat niet zo goed. Chip. Lotte! Dennis, ik ga er vandoor. Ik zwem. Zwem je? Ja, ik zit in een bootje. Wat? Dit ziet er super raar uit. Lotte, ik ben helemaal geglitcht. Ik zit op de onderkant van mijn boot. Lotte, waar ben ik? Ik zit hier te zwemmen met een inktvis. Oké, nu naar links. Andere kant op. Naar links? Ach, nu. Ja, verder naar links. 2000 years later. Je bent nu aan de overkant. Nee! Oh my god, ik was zo dichtbij, Lotte. Ik was bijna bij de overkant. We gaan wel gewoon een brug bouwen. Oké, Lotte, plan A was zwemmen. Plan B was een boot gebruiken. Plan C is denk ik maar gewoon een brug bouwen. Ja, dat denk ik ook. Oké, nu kan ik de brug verder maken. Oké, als jij even de dingen verzamelt die jij nodig hebt, dan ga ik alvast een stukje, ja? Ja, de brug is helemaal af. Ik ben er. Oké, ik maak hier wel weer een crafting table en dan maak ik een axe, oké? Oh my god, Lotte, hier zijn... Kom eens hier. Wat er zijn hier mega veel van die stenen. Wow! Ik denk letterlijk dat we daar naar boven moeten. En dat we daar erin moeten gaan hakken. Oké. We moeten denk ik die kant op. Ja, dat denk ik ook. Oh, is het iron? Nice. Ja, dat is wel handig. Maar daar kunnen we wel een betere pickaxe van maken. Even kijken. Oké, dan moeten we deze kant op, denk ik. Oké, maak jij maar een pad. Nou, ik denk letterlijk, Lotte, dat we gewoon hier moeten gaan minen, hoor. Ja? Dat denk ik wel. Dan moeten we dat gaan doen, denk ik. Oké, dit is zo raar. Normaal ga je zeg maar naar beneden. Ja, nu ga je... Inderdaad, normaal ga je naar beneden en nu gaan we omhoog. Kijk ook dat de torch zit gewoon op de kop. Maar het is inderdaad heel raar om naar beneden te hakken in plaats van omhoog. Zullen we richting de mobs gaan? Oh, ik zie hier wat. Ik zie hier een cave. Ja, is goed. Wat zit hier? Oké, laten we even kijken. Pas op even voor de spinnen en de mobs. Oh, Dennis, pas op, een skeleton in je rug. Bouw jij het vol, bouw het vol. Lotte? Lotte, we zijn denk ik... We hebben echt het meeste geluk ooit. Er zit hier een mineshaft. Niet. Kijk maar hiernaast. Wat?
Misschien heeft dat iets te maken met omdat dat spoor hierheen leidt. Dat zou best kunnen, ja. Ik heb geen denk idee. Ik? Laten we dit pad maar gaan volgen dan. Laten we deze mineshaft maar een beetje gaan ontdekken. Maar ik heb hier nergens meer van die stenen gezien. Nee, inderdaad. Dit betekent misschien dat we vanaf hier zelf moeten zoeken? Ja, dat denk ik dus. Ik denk dat het ergens in deze mineshaft misschien is. Ja. Maar ik heb geen idee. En ik kan ook niet echt een route vinden. Het is ook zo raar, want de mineshaft staat letterlijk ook op zijn kop. Alles staat letterlijk op de kop. Ik vergeet het soms gewoon. Ja, het ziet er heel raar uit. Het lijkt nu ook wel een beetje normaal. Maar als je het zo bekijkt, het is allemaal op de kop. Ik zie hier wat licht, Lotte. Hier zit lava op de kop. Hé, hey, hier is nog wat iron. Dit is wel een beetje eng. Oké, hier zit mega veel iron. Ziet dat er raar uit? Ja, kijk dat de lava zit letterlijk op de kop. Kijk hoe raar dat eruit ziet. Wow, oké, dat is wel eng, ja. Oké, dat is echt raar. Lotte, we zijn weer bij de ingang. Want in de mineshaft konden we niks vinden. En nu bedenk ik me van wat nou als de mineshaft een beetje zo'n valstrik was dat we niet die kant op moeten. Ik hoor hier allemaal ook geluid van mobs en zo. Laten we deze kant maar opgaan, want hier hebben we nog niks gehad. En ik heb ook bijna geen torches meer. Oh, creeper! Oh, nee. Hoezo kan ik hem niet slaan? Sla hem, Lotte, hij staat ook op de kop. Dit ziet er zo raar uit. Oké, hij is dood. Oké, daar kunnen we dus niet heen. We kunnen deze kant op. Wat hoor ik hier allemaal voor monsters? Allemaal spinnetjes. Oh, ja. Lotte, help! Lotte, help! Lotte, ik zag wat. Wat zag je? Ik zag hier weer die stenen. Hier, zie je dat? Wow, goed gezien, Dennis. Er staan hier ook Ja, ik zag dat opeens. Oké. En hier meer? Oh, hier staat een kist. Hey, hier nog één. Hoe kan ik die openen? Ik kan ze niet openen. Wacht, misschien moet ik even niks in mijn hand doen. Op de minecart klikken. Oh my god, Lotte. Hier zit allemaal van het paarse spul in. In deze kist. Kijk maar. Anti-mas. Ik heb geen idee, maar de torches kunnen we wel goed gebruiken. En de kool en de name tag. Die nemen we gewoon mee. Maar die anti-mas, dat laat ik liggen. Ik weet niet wat dat doet. Ik ook niet. We hebben hier nog een kist. Ja. Oh, wacht even, ik moet weer even met een blote hand. Oh ja, ik heb hem. Oh, Lotte. Ja? Hey, een diamond. Lotte, jij let weer op die diamond. Heb je de rest al gezien? Dit is denk ik hetgene wat we zoeken. Het anker. Is dit het? Ja, dit is zodat we weer de wereld normaal krijgen. Oh god. Want ik zie hier allemaal gravity spullen. En dat heeft te maken met de zwaartekracht. En de zwaartekracht heeft dus te maken dat we op de kop staan. Ja. Ik denk, Lotte, letterlijk, als we dat oppakken. Dat we dan de gravity die in onze inventory nu zit. Dat we die dan weg kunnen doen. En dat de wereld weer normaal wordt. Zullen we het gaan testen? Zullen we dat proberen? Oké, ik pak de bovenste anker. Jij pakt de onderste, oké? Ja. En de rest laten zitten, want ik weet niet wat dat doet. Oké. 3, 2, 1. Oké, er gebeurt niks. Bij jou? Hallo? Gebeurt iets bij jou? Nee. Oh, je kan het anker draaien. Zie je dat? Hoe dan? Rechtermuisknop. Oh. Maar wacht, kan ik nu deze wel droppen? Ja! Oh, Lotte, ik ben weer normaal. Dennis, we hebben het gehaald. We zijn weer normaal. Wacht, ik wil terug. Ik wil terug. Waar kwamen we? Ik kan hem oppakken en droppen. Ja, we kunnen hem nu gewoon meenemen. Wacht. Wacht, ja, als het goed is kunnen we nu gewoon... Ja, kijk! Oh, dus nu kunnen nu we gewoon sta ik op de kop. Bepalen wanneer we... kunnen nu zelf bepalen wanneer we de wereld zo maken. Oh, wacht, ik wil terug naar boven. Lotte, ik denk dat we deze kant om moeten. Ik zie hier namelijk de crafting table en zo. Kijk. Even kijken. Ja, hier is de trap. Oh, het is zo fijn om alles weer gewoon normaal te zien. Dat de torches weer de goede kant op zijn. Oké, laten we maar kijken hoe de wereld er nu uitziet, Lotte. Even kijken, hoe komen we ook alweer boven? Nou ja, gelukkig kunnen we nu gewoon bouwen. Ik heb mega veel steen. Ik bouw hem. Plaats je nou letterlijk een torch onder mij? Nee, jij hebt nog geen torch. Oh, dat deed ik. Oh, ik dacht dat jij dat deed. Ik dacht dat jij me trolde. Nee, okay. Heb je jou. Oh, doei Lotte. Moet je kijken wat we allemaal hebben gebouwd, Lotte. Hoe raar dat eruit ziet eigenlijk, hè? Dit is toch raar? Kijk, onze bedden hier. Alles lijkt hier normaal. Ja. Maar met één druk op de knop, dan moet je wel even hieronder staan. 1, 3, 2, 1. Wow, en alles is weer op de kop. En we kunnen weer terug. En weer op de kop. En weer terug. Je bent net een acrobaat, Dennis. Ja, jongens. Ik vond dit wel heel raar om een keer mee te maken, maar wel heel leuk. Ik zou zeggen, dit is alweer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren, want anders speel jij Minecraft voor de rest van je leven op de kop. Doei, doei! Doei!